Xandro Morisse, is dit nu een rit voor de vlucht? Voor mannen die vanuit de vlucht een etappe kunnen pakken? Of is dit een sprintersrit? Goh, het kan een beetje beide kanten op, denk ik. Ik denk na gisteren dat er veel zouden in geloven dat een vluchtersrit kan worden. Natuurlijk, voor de sprinters die hier zijn, is het een van de weinige kansen. Dus het middengedeelte van het parcours is redelijk zwaar. Maar ik denk als ze de vlucht onder controle houden gaan in het begin, dat het wel mogelijk is. Maar ja, als je gisteren ziet dat ook enkel Bahrein was die reed tot de laatste 30 kilometer of zo, dan kan het ook gewoon de vlucht zijn die naar de finish gaat. Jullie, neem ik aan, willen iemand afvaardigen in de vlucht? Ja, als dat kan. Denk iemand als Sylvain dat wel zijn parcours moet zijn. En zeker als kampioen van zijn land, dat hij wel gemotiveerd is om dat te halen. En zo niet, dan hebben we wel Aldani die niet traag is. Ik zelf kan ook wel mijn mannetje staan als het een uitdunde groep is. Dus, voor ons, wij hebben niet echt een sprinter hier. Dus iemand bijzetten om te controleren, gaan we zeker niet doen, denk ik. Maar moest iemand kunnen afvaren, zou wel in de vlucht zou wel goed zijn, ja. Hoe voel je? Hakt de warmte erin? Ach, de eerste dag had ik het gevoel van als het 8 aan zo is, dan heb ik er niet zo heel veel zin in. Maar goed, ik kwam ook nog maar van hoogte van vrijdag. Dus het is een beetje de combinatie van. Maar ik heb het gevoel dat ik goed recupereer. Het was gisteren ook heel warm. Maar het was al, ik voelde mij al pakken beter op de fiets. Ik moest niet zo werken op de fiets, zeg maar. En, het stel me wel gerust als het elke dag een klein beetje vooruit gaat zoals dat gisteren was. Dan denk ik wel dat ik hier heel goed kan uitkomen. Ja. Merci, Xandro. Dank u.